met de bonk bezig, die ze nog van Karen erbij heb gehad. Is er lekker mee bezig. En wie hadden we daar? Oh, is het Reka? Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, weer welkom bij een gloednieuwe vlog. Voor vandaag is het maandag en het is 2 december en we leven alweer om 14:16. Ewen die zat er net te eten, ik loop er net bij weg, dus ik raap het gelijk maar weer op. Voordat er weer iemand anders erbij komt, die er eigen eten ook bijna zo goed als op heeft. Even die eroverheen. Zo. De dame heeft het ook bijna op. Maar ze is nou met wat anders bezig. Onze Reka. Ja, hè. Ze is met de bonk bezig. Die ze nog voor Karen erbij heb gehad. Is er lekker mee bezig. Die heeft ze ook zelf daar naartoe gesleept. Want ik had hem gegeven in de keuken. En nou zit ze daar lekker mee te knagen en te doen. Ze heeft het lekker naar de zin. Dat was de waterkokkenwijfie. Ja, en dan zit Kandalf natuurlijk vanzelf achter die deur te eten. Want ook die heeft zijn eten gehad. Ja, moet ik even uitkijken wat ik doe. Ook daar. Gaat op de poef. Ja, dus ben ik eindelijk eens toe aan mijn eten. Want een lange ochtend gehad. Toch op mijn bed gelegen. Ja, maar ik heb meer dan 2 uur aan de telefoon gezeten met een vriendin. Althans, een surrogaatzus is dat ook voor mij. Ze is wel eens al in een vlog geweest, Wilma. Maar die had wat verdriet en die moest even gal spuien. Nou ja, dat laat ik dan even toe. En dat doe ik ook bij haar als ik wat heb. Dus dan mag zij het bij mij. Ja toch? En ik heb met mijn kleine meid natuurlijk aan het krullen geweest. En het gaat ook steeds beter met Kandalf en Reika tussen hun. Ook gaat het tussen Ewin en Reika steeds beter. Want ja, ze zijn ook in dezelfde ruimte. Dus het gaat allemaal goed. Komt ook verder nog wel beter, denk ik. Hè, Reika? Ja, nou? Of niet dan? En dan eet ze weer verder. Nou, hoe de lief toch? Ja. Want het is een kleine knoeidoos. En daar ligt een brokje. Daar ligt een brokje. Ze vist overal wel wat weg. En dan laat ze het weer ergens liggen. En ze neemt het mee onder de eettafel. En dan zijn er nog overal doorheen. En onderdoor en tussendoor. En ja. Hoeft niet dan. Boefie. Moet ik het zo neerzetten? Kun je ruiken? Oeh, wat is dat allemaal, hè? Ja, wat is dat allemaal? Daar. Ben je zelf? Hier. Ja, meisje. Ben je zelf? Reka. Hé? Hoe ga je dan? Oeh, ja. Oeh, ja. Oeh, ja. Maar lief toch. Ja, ze is zo lief, hè. Is zo aanhankelijk ook. Een beetje schatje. Ja, vrouwtje gaat ook eten. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik blijf lekker vandaag tot zover thuis. Enkel het haar doen, meer niet. Ik ga verder geen andere dingen ondernemen, geen boodschappen doen, geen zin in, nee. Ik heb genoeg in huis, ook voor haar en vooral voor haar, mijn kanonnen. Jullie hebben het gezien? Ja, ik ga met dit aan de gang, ja.
renderen. Niet met deze film, want ik begin hier net mee. Dus, maar wat ik al op de computer heb gezet. Er zijn ook al een paar filmpjes naar YouTube toe. En daar ga ik vandaag ook mee verder. Ja. Oh, jij wat spelen. Oh, maar dat is leuk. Ik draai jullie even om. Dat zie ik zelf tenminste wat ik film. Kiekeboe. Kiekeboe. Waar is Ewin? Ewin. Gaan we met Rijka spelen? Of moet je nou niet? Wil je nou niet spelen? Nee? Niet spelen? Ewin. Ewin. Nou, die ziet ook weer, denk ik, ergens dingen nou. Hè, hè? Kom dan. Kom dan. Nee, Ewin, die komt niet. Kom maar. Gisteren had ik, ja, toen zat ik ook lager op mijn stoel. Ik moet nog de laag erin. Ik zit nou te hoog. Nee, we gaan dat ook niet doen. Kom maar, kom maar. Gaan we dit doen. Ze had mij zo vast en zo liep ze. Ja, hé, hey, kom maar. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Grote meid. Hé, dat deed ze uit zichzelf hoor. Ja, hé, dat deed ze helemaal uit zichzelf. Oeh, wat een rare stoel. Oeh, wat een rare stoel. Hé, ja. Wat voor dikkie, hé. Ja. Nou, kom maar. Kom, nou even die kant op. Kom maar. Kom, 1, 2. Kom maar. Kom dan. Goed zo. Dan ben je ook mooi, hè? Oh, wat een mooi kopje hebben wij. Ja. Ja, dat is zout. Hè? En ze heeft van alles en nog wat te spelen. Ze kennen ook frisbieën. Oh, wat is dat? En hier Nijntje. Die was van Frodo, die heeft zij geërfd nou, hè? Ja! En nog een touwbouw. Oh, ze is een verwenneling. Ja! Nou, oké, lieve vrienden, ik stop er nou even echt mee, want ik wil toch even eten en genieten van mijn eten en broodje, ja, en mijn koffie. Hè? Ja, nou. Oeh, wat heb je een grote neus. Oeh, grote ogen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. En Rijka die wenst iedereen, alle lieve mensen, alle kijkers van de YouTubers, een welterusten, lekker slapen, met mooie dromen. En allemaal ook weer gezond doen opstaan. En graag tot de volgende dag. Dag allemaal. Ja, goedemiddag lieve vrienden. En daar zitten de twee dames bij elkaar. Ja, dat gaat ook redelijk goed. Of, ja, en Ewen is natuurlijk de oudste. En dat is al een oud prinsesje. Ja, en dan zo'n jonkie erbij. Hé, Ewen, wat is dat allemaal? Goed zo. En toen bleef ze alleen nog over, hè, Rijka? Ja. Jij, meis? Of kwam je ook? Hé? Ja. Maar in ieder geval, ja, je wilt hetzelfde doen dan Ewen, maar dat gaat niet. Nee, 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 nee. Dat mag niet. Je bent niet meer bij Karen, die heeft een hele brede leuning, ik er niet. Nee. Wat dik, ja. Ja, ze is al gisteren stout geweest, lieve vrienden. Want deze dame heeft wat gedaan wat niet mag. En het is ook te zien. Kijk.
En ook aan de onderkant. Ja. En kan dat zit achter de deur te eten. Ja, nou en dan ben ik er zelf nog. En samen vormen wij natuurlijk Corina en de beestenboel. Ja. Daro 1. En eentje liep er naar de deur. Daar, dat is Eowyn. Dus dat is Rijka. Dat is Eowyn. En kijken of meneertje klaar is. Nee, jij blijft weg. En dat is Gandalf. Allemaal bij elkaar. Ben je klaar? Goed zo. Jij nou die kant op kijken? Moet het bakje er weghalen? Ga je ook nog eten? Nou. Hij heeft haar eigen bakje op moeten rapen. Terwijl daar nog meer dan genoeg in zit. Nou, Eowyn. Dus, de beestenboel. Eowyn, Gandalf en... Rijka! Ja! Nee, de deur gaat weer dicht. Want je gaat wel de trap op, maar niet de trap naar beneden. Ja, en dat wil ik niet. Ze kan wel de trap oplopen al, maar nog niet naar beneden komen. Nee, dat moet ze nog leren. Maar het is voor mij dan niet te doen. Dan loopt ze naar boven toe zonder dat je het weet. Dan is ze ook niks van wat Frodo wel eens deed. Snikkie bezig en dan zijn ze stiekem en dan gaan ze naar boven toe. En dan ja, kun je er halen. Nou, dat wil ik niet. Ze blijft maar mooi beneden. Hé, dikke boef. Dikke boef. Hé? Ja, ja. Maar... Oké, we gaan sluiten. Hé, ja, en het is trouwens vandaag 3 december en we leven om 1:15 alweer. Ja, ja, de tijd houdt geen schaft als je zelf wel schaft houdt. Want ja, ik ben lekker lui, want ik ben ook boos. Ja, niet op jullie hoor en ook niet op mijn diertjes. Nee, op iemand anders, maar dat komt nog wel. Ja. Ze laten hun niet goed informeren. We zouden anders vandaag naar een tuincentrum zijn gegaan met een kerstmarkt. Maar dat is niet doorgegaan omdat ik die kleine meid daar heb, Rijka. Want die mag daar niet binnen komen. Wat? Pardon? Sorry? Ik heb gebeld. Het mag wel. Ja. Dus ja... Ze laten hun gewoon niet goed informeren of ze bellen helemaal niet en ze denken het zelf omdat het een winkel is, er mag er geen honden erin. Ja, maar dit is een speciale hond. Hé, jonge meis, ja. Dit is een speciale hond, hè. Vrouwtje lijkt er een beetje op, hè. Tot een hulpontje, ja. Ze moet vrouwtje meer gaan helpen, hè. Komt goed. Ja, ja. Oh, wat ben je mooi. Wat ben je mooi. Vinden we mooi? En ze hoort de geluiden van de televisie. De televisie staat daar, zoals jullie zien. Maar het geluid komt hier vandaan. Uit dat boksje bij de krapje. Daar komt het vandaan. Dus ja. En dat vindt ze vreemd. Gisteren ook met een film en er kwamen ook honden in voor. En dat kopje ging heen en weer van, wat is dat toch? Hé? Ja nou? Wat? Hij mopperde. Hé meisje? Ja nou? Ja. En ze kan zo lekker bij vrouwtje op bed leggen. Hé? En zo lekker leggen kroelen en doen. En lekker liggen slapen. Ja, ze is geweldig. Ja, en ja, ik weet het niet. Ik kwam in de douche. Daar staat een kattenbak. Met een rubberen mat ervoor waar ze ook tegen hun naam kunnen scherpen, de katten. En het git achter kunnen laten.
Maar ik vond daar wat poep. De katten die poepen ook wel eens dat vorm. Maar het kan ook best wezen dat zij het heeft gedaan, dat zij daar heeft gepoept. Dat vind ik het ook netjes. Ja, en ik heb het niet gehoord of wat dan ook. Maar ja, dan gaat ze de douche in en heeft het netjes op die mat gedaan. Nou, ik moet toch de kattenbak verschonen. Ik moet denk ik, geloof ik, dacht ik eerst naar de deka om kattenbak vulling te halen. En dat komt wel goed. Ja hoor. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is hier ook grijs. Helemaal, ja, hier is een beetje blauw, maar... Nou, te zeggen dat het... Nee. Het trekt dichter. Het blauwe gaat weg. Ja. Als je verder wegkijkt, dan zie je dat het daar dichter wordt. Maar ja, het is allemaal gezicht, toch? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van je dag en doe het met een lach. Gaan wij ook lekker doen en jij krijgt zo'n dikke zoen. Ja, ja. Ja, Rijka, ja. Nou, toeliedokies. En wie hadden we daar? Oh, is het Rijka? Oh, kijk eens aan dan. Nou dan. En hier hebben we Ewin. Ja, ze hebben het gegeten. Ik moet nog Rijka, die heeft het keurig netjes gedaan. Ewin daarentegen niet, die moest al niet meer. Ja, dat heb ik hier al. Onder dat bakkie, maar dan wil dat bakkie er weer niet af. Gaat goed met mij hier. Hè? Ja, kijk, die heeft nog staan. Dus ja, en ik ben ook bezig, ik eet lekker makkelijk, dus ja, gaat allemaal goed. En Kandel, die zal ook al klaar zijn met zijn eten, dus die gaat ook trouwens weg, hopla. En ik heb het allemaal aan en het glinstert zo mooi in het licht. Ja, ja, nou dat gaat mijn eten. Die draait mooi in het rondje. Daar hebben we Rijka weer in beeld. En Ewen die springt, dacht ik net op die stoel. Even spieken, ja. Ik zag een pootje. Nou ja, en Kandel, ja, waar zit die anders dan achter de deur, hè? Waar ben je? Kandelfie. Die heeft ook ietsje later staan, maar dat vind ik niet zo'n ramp. Kom maar. Kandelfie. Kandelf. Koek, koek, waar are you? Nou, ik zie hem niet. Ik hoorde hem wel. Nou, dan maar niet. Hup, doen we weer dicht, want anders gaat Rijka naar boven. En ze kan wel naar boven, maar niet naar beneden. Nee, Rijka. Kijk eens. Oh, dat is even lekker. Ja, dat was het enige wat Kandel had laten staan, ja. Lekker meisje. Oh, wat smullen we dan. Maar ja, mijn eten is klaar. Dus ik zou zeggen, ik ga lekker eten. Ja, het is wel later dan het zou, maar ik heb weer even een vlog aan het renderen geweest. En naar YouTube gebracht. Even met Karen aan de telefoon gehangen. En wat appjes tussendoor voor het andere. Dat even gedaan. En dan ga ik eten. Ja, en mijn favoriete serie verder afkijken. Ja, want die staat op pauze. Dus ik zeg, geniet nog even van de boom. Terwijl ik jullie uitschakel.